Ding, ding. Nou, dat is dus niet waar. Zoek het maar uit en boem, klap, het was het. Ga iemand niet zitten zieken. En ik heb niks met de buurman of de buurvrouw te maken. Het is net of je dan al de verleugenaar neergezet wordt. Ja, dan moet ik daar naar mee. Ik ga vandaag op bezoek bij de familie Korevaar. Op hun vakantie in het prachtige Limburg werd ineens hun aanhangwagen gestolen. Zo van het park. Dan kon ik exact zien welke boom het was. Goed, ik werk altijd in het groen, dus je weet wat de boom is. Kijk, en dan, ze hebben die kar heeft hier gestaan. Ja. Met zijn voorkant gewoon met zijn neus hierheen. Ja. En dan heeft hij met een officieel neusslot erop. Ja. En toen heb ik er twee keer om die boom gedaan, door het oog heen. Ja. Dus dat er geen kant op kon. Nee. Dus dat stond heel goed vast. En toen kwam hij de volgende dag terug? Nou, toen kwam de stagiaire met de kentekenplaat. Naar me toe 's morgens. Die had meneer gevonden, maar die kon hem niet zelf brengen. Dat laat hij naar zijn jongens doen. En dan zeggen ze, dit is jullie plaat. Ik zeg, nee joh. Ik zeg, dat is qua jongenswerk. Ik onderbreken, nee. Want ik vind u een beetje vervelend worden. Nee, als ik een kentekenplaat vind, hier op de parkeerplaats, ja, dan weet ik niet waar die vandaan komt. Dan zeg ik inderdaad even tegen mijn personeel, van, ligt hier een kentekenplaat? Kijk eens even of dat van een auto is, van iemand hier op het park. Toen kwam blijkbaar uw kenteken naar voren. Right. En brengen we die kentekenplaat naar u toe. Wij weten op dat moment ook niet dat die van een aanhangwagentje afkomt. Ja, ze is een witte. Overal waar je komt, dan zie je gewoon aanhangwagen staan en dan zitten die jongens, zei je ook veel. Kijk, daar staat hij, weet je wel. Ja, ik vind het vervelend om met een gast waar je in principe een goede relatie mee wilt blijven houden, om daar een soort van een conflict mee te hebben. Het is wel eens niet eens. Zij zeggen ik ben aansprakelijk, ik zeg ik ben niet aansprakelijk. En zeker ook dan we zomaar gewoon, ik heb geen videobeelden en klaar en dan ga je maar. Ja. Ja, de aanhangwagen die was weg, maar op het park had je een heleboel camera's. Dus de familie Korevaar was ervan overtuigd dat op de beelden de dieven goed zichtbaar moesten zijn. En toen hebben we die aangifte wezen doen en toen hebben we gevraagd voor die, omdat hier ook allemaal camera's op hangen op het park, heb ik gevraagd voor die camerabeelden aan die parkmanager. En die zei toen, hij zegt, moeilijk. Hij zegt, want dat zijn dummies. Als mij worden gevraagd om opnames, moet ik zeggen van sorry, die opnames heb ik niet. Op dat moment hadden we geen apparatuur ervoor om het vast te leggen. Ik zeg dummies? Ik zeg, dat zijn nepcamera's. Hij zegt, ja, dat zijn dummies. Ik zeg, ja, maar je kent hier toch niet op zo'n park met zo'n iets en dan allemaal met nepcamera's werken. Dat mag toch heel niet? En zeker ook dan we zomaar gewoon, ik heb geen videobeelden en klaar en dan ga je maar. Ja. De hele vakantie is verpest en ze nemen het parkmanager Hans Veldhuis kwalijk dat hij helemaal niks voor hen heeft gedaan. Maar in de studio, ver voor de uitspraak, doet hij hen een verrassend aanbod. De familie is welkom en ongeacht de uitspraak straks van meester Visser mogen ze gratis een weekendje komen. Nou, dat is dan toch mooi. Ja, maar daar ga ik heel hard over nadenken of dat ga doen. Mooie uitspraak was dat. Ja, is het zo? Ik heb zelfs tegen vrienden van ons gezegd, ik zeg, ga er voorlopig niet meer naartoe. Ja, en mensen kunnen van gedachten veranderen. Want de familie Korevaar gaat vandaag toch naar het Schoenlemberg met hun nieuwe aanhangwagen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mogen wij binnenkomen? Ja, natuurlijk. Kijk eens, de spullen zijn al helemaal gepakt. Ja, goed. Je moet toch wel meenemen. Ja. Nou, ik was helemaal verrast dat jullie uiteindelijk toch nog naar het prachtige Limburg vertrekken. Ja, goed. Wat is er gebeurd? Wat er is gebeurd? Ja. Nou, we hebben nog steeds gewoon gepraat. Ook naar uitzending, naar opnames. Met elkaar? Ja. Met elkaar gewoon weer. Toen heeft hij na de uitzending, of na de opname, nog een keer die aanbod gedaan. Zegt hij op die, dat belooft dat er blijft staan. Dus. Nou, we hebben toch nog via de mail besloten om toch te gaan. En dat vond ik heel fijn dat we kwamen. Ja, daar hebben we er toch nog wel weer over gesproken. Van zullen we wel, zullen we niet. Ja. En ik denk dat zullen we toch... Zullen we wel, zullen we niet. Dus er zat in twijfel. Ja. En wat gaf nou toch de doorslag dan? Nou ja, goed, we hebben een uitspraak. En dan is het probleem eens opgelost in principe. Ja. Dus ik heb een beetje toch wel mijn zin gekregen. En meneer Veldhuis, die heeft toch wel wat aanpassing moeten doen. Ja. Toch aan jullie. Dus daarom zeg ik, nou ja, goed. Dan moeten we gaan. Ja. Natuurlijk was het beter geweest als de ter afschrikking aangebrachte nepcamera's toen al waren vervangen door echte camera's.
Maar het bungalowpark was en is daartoe niet verplicht. Korenvaar parkeerde, zogezegd, op eigen risico. En dat betekent dat hij de geleden schade helaas zelf moet dragen. Dat is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Ja, want het zat allemaal heel erg hoog, ja. Dat weet ik ook nog. En u was heel emotioneel, ja. Ook. Ja, maar ja, voor lieverlee zakte dat toch eigenlijk ook alweer wel weer weg. Ja, dan ga je eigen leven gewoon wel weer verder leiden. Toen kon ik het eigenlijk na die uitspraak ook wel weer, en nadat ik het weer wat gezien had, ik zoiets van, nou, je moet het ook maar weer loslaten. Ja, ja, want hoe was het om mezelf zo emotioneel terug te zien? Nou, dat vond ik wel erg heftig. Ja, want ik ben dan heel gauw erg gauw geëmotioneerd. Ja. Ik zeg, zo ben ik en dat is nou helemaal zo. Ja. Goed. En ik wil ook nog echt even nadruk zeggen. Ik heb hierdoor, nadat die kar gestolen is, gewoon 1,5 week een beroemde vakantie gehad. Want ja. Je gaat fietsen en weet ik het wat. En dan zie je gewoon overal aanhangwagens staan. Ja, het verpest je vakantie? Het heeft mijn vakantie zo gruwelijk gepest. Ik heb zelfs op dat moment op die dinsdag gestaan van ik ga nu naar huis. Maar ja, dan gaan we dus terug naar de plek des onheils, ja. Om het maar even zo te noemen. Het is nu goed geregeld, hè? Ja, maar hoe is dat voor u? Nou ja, ik had er best wel wat spanning over, maar ik heb nou zoiets van... mijn schoonzus en mijn zwager gaan mee, dus we moeten met elkaar er gewoon een gezellig weekend van maken. Ja. En ik hoop nu dat het gewoon goed gaat, het weekend. En nou ja, dat ik dan toch hier maar weer positief op terug kan kijken. Gerwin, want laat me eens even zien. Wat hebben jullie allemaal gepakt? Laten we eens even kijken naar de spullen. Nou, hier is dan zo'n kleedje wat me om de nek doet. Heeft ze zo gemaakt. Oh, kijk eens. Een mooie accessoire, hè? Ja, nou, en hier zit dan de kleding in. Ja. Want hier zit een stokkij ook niet. Oh. Nou, dat zijn denk ik de snackjes voor s'avonds. Oh, ja. Lekker. We gaan natuurlijk wel een feestje doen, hè? Natuurlijk. Hey, en hoe was het om jouw ouders zo te zien? Want je moeder was heel emotioneel, jullie waren allemaal heel boos. Ja, ja. Je probeert toch nog wel een leuke vakantie van te maken. Maar ja, ondanks dat hij wel een beetje verpest is, probeer je er toch nog wat van te maken. Ja. En had jij dat ook? Want je moeder zei van, nou, ik zag overal die gestolen aanhangers staan. Had jij dat ook? Dat je... Ja, ik zat eigenlijk wel een beetje gek te maken van, kijk, die staat hier, zou ik wel een beetje met mijn broer te doen. Jij dacht, ik breng er wat humor in. Ja, maar dat is niet echt heel erg goed gelukt. Ja, het is toch wel net zoals, je ziet ook, er is alweer heel wat opgebouwd, want mijn vader heeft hem ook echt nodig voor zijn werk. Je bedoelt, dat het dus heel belangrijk, ja, voor je vaders werk. Het is echt iets voor mijn vaders werk, ja. Ik kan wat niet kan missen. Nee. Oh, dit gaat natuurlijk helemaal niet op die aanhanger, nee. Ja, dan waait dat eraf, hè. Ah. Staan we op de vluchtstrook. Ja, oké, okay. Ik had deze. Ja, maar die hoeven niet mee. Oh, de slof niet. Oh, okay. Die hoeven niet mee. Dan zet ik ze weer terug. Hier de zak met knabbeltjes. De koekjes. Jouw hoofdtelefoon. En hier heb ik ook nog wat. Ja, koekjes. Dan leg ik de schoenen weer even terug. Maar wat gaat er dan in de aanhanger? De fietsen. Oh, de fietsen. Die gaan jullie hier... Ja, dat moet gaan, hè? Dan word ik aan de fiets. Ja, want dat was trouwens tijdens de hoorzitting nog wel een dingetje. Dat jullie hadden niet echt een foto of een bewijs dat jullie echt een aanhanger hadden. Nu wordt hij gefilmd. Nu wordt hij gefilmd. We gaan even goed filmen. Ik zal straks ook eens een mooie foto maken. De nieuwe aanhangwagen. U had een behoorlijke aanhangwagen. Ja, gewoon een aanhangwagen. Is er ook toevallig nog een foto van? Ja. Geef u maar. Ja. Nou, dat is een kloek aanhangwagen. Ja. Dat is een foto. U heeft geen foto van uw eigen aanhangwagen. Dat is precies dezelfde. Precies dezelfde. U stelt mij aansprakelijk voor een volledig nieuwe aanhangwagen, terwijl u niet kunt aantonen wat uw aanhangwagen is geweest. Aan een brochure ontneem ik niks. Ik kan ook zeggen dat ik een Ferrari heb. Kijk, dit was mijn auto en nou is hij weg. U moet mij aantonen dat uw aanhangwagen... Als u wil dat ik een foto toe mailt, naar u, dan kunnen u die krijgen. En het bonnetje. Ik bedoel, dan die krijgen, ik vind die dat foto. Een zeer legitieme vraag. Even lachen. We hebben hem hoor. Hij staat op de gevoelige plaats. Zo. Foto. Bewijs is er. De fietsen. Het is wel een grote nu, hè, die aanhanger. Ik zeg maar gewoon, hij is prachtig en krachtig. Oké, okay, zijn we er klaar voor? Op naar Limburg.
Deze zaak is toch wel een bijzonder geval, want we hebben niet vaak bij de rijdende rechter een zaak over gestolen goederen. We hebben het één keer eerder gehad bij de zaak van Klaske Bootsma. Zij huurde een caravan van camping-eigenaar Geert Klosters. Maar omdat zij de huur niet op tijd betaalde, heeft Geert al haar spullen in beslag genomen. En als meester Visser de zaak dan kon bekijken, zijn in één keer haar twee laptops verdwenen. Met daarop foto's van haarzelf, van haar kinderen en haar kleinkinderen. Nou. Dus hier treffen wij de trieste resten van een jaar bewoning van de caravan aan. Kabels. Dat is beddengoed, vrees ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, ga maar vanuit. Ook of er een lood in zit. Ja. Oké. Dit zijn verzamelde herenkleding. Ja. Nou, dan gaan wij vast even naar binnen, want daar zouden zich nog bevinden. Laptops en nog een papegaai, begrepen? Ja? Oh, dit is de kantine. Nou, het restaurant. Het restaurant, neem me niet kwalijk. De bar. De bar. Met biljart. Ja, twee zelfs, hè? Ja. Oeh. Ja, die, daar bent u net langs gelopen. Ach, daar. En u vindt het wel gezellig, zo'n papegaai en... Ja, dat is prima zo. De laptops, zijn die inmiddels... Ik pakte dus vanmorgen de tassen. Ja. En de tassen zijn leeg. De tassen stonden nog waar ik ze gezet heb, maar de laptops zijn eruit. Daar ben ik totaal niet blij mee, want er stonden allemaal filmpjes van mijn kleinkinderen op. En die waren voor mij, of niet zijn het voor mij, voor heel grote waarde. Er komt nog wat ervoor. Deze tas stond ook bij ons in het magazijn. Waar wat in zit. Ja, dit zijn maar de... geen laptops zijn. Nee, dus de laptops zijn verdwenen. Ik kan wel huilen. Op zijn Hollands gezegd, gewoon een beetje verneukt. Tijdens de hoorzitting wordt de dochter van Klaske zo boos dat ze haar controle verliest. En meester Visser die moet kordaat optreden. Ze moet de zaal verlaten. Ik denk dat ze die huur nou wel. Ik denk dat ze nu wel kiet staat met de huur. Zou het ook niet? 3000 euro? Nou, met dit en wat alles weg is, denk het wel. Ga je goed rekenen. Nou, goed, dan sluit ik de hoorzitting. Het is mij duidelijk wat mijn taak is. Ik hoop voor hem dat die laptop boven water komen. Dat hopen wij ook. Dat hoop ik heel inderdaad voor jullie. Hey! Jij zou dat die laptop zou komen! Eruit! Eruit! Kom zeg. Meester Visser beslist dat Klaske haar laptops krijgt vergoed. Maar dat bedrag is even hoog als haar huurschuld, zodat deze zaak met gesloten beurzen eindigt. In Schin op Geul ging het er niet zo fanatiek aan toe als bij Klaske Bootsma. Hé, hey, we zijn er. We zijn er. En gewoon de zon schijnt in Limburg. Dat is nog eens feestelijk. Hè? Ze weten gewoon dat jullie eraan komen. Ja. Ze willen jullie gewoon warm mooi, onthalen. Mooi weekend uitgekozen. Ja. Goeiedag. Welkom. Goeiedag, Hans. Leuk dat u het aanbod toch heeft aangenomen. Meneer Veldhuis. Ja, hi. Wat goed dat u er bent. Komt er anders even... En dat is een mooi weertje erbij. Ja, ja. Had u dat geregeld? Ja. Geweldig. Zo, want dat had u ook niet verwacht, hè? Dat ze nog op het aanbod in zouden gaan. Ik had het eigenlijk niet verwacht, nee. Maar daarom, ik vind het super dat u het toch heeft gedaan. Dat is wat ik van meet af aan heb gezegd. Het is niet persoonlijk, het was puur iets zakelijks. Uiteraard, natuurlijk. Ik ben een beetje stil. Ja, hoe komt dan het? Komt weer te veel naar boven. Ja, wat gebeurt? Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee? Nee. Maar wat... Nee, ik ga er geen woord aan op zeggen. Nee, u bent bang dat u... Ja, weer te veel uitslaat. Daar heb ik even nu geen zin. U bent bang dat u emotioneel wordt en dat wilt u niet. En daar heb ik nu geen zin. Nee, dat vind ik wel. Ik vind wel sneu om te zien dat het u zo... Ik heb er even niet... geen zin meer in. Nee. We leren daarvan. Ja, nee, dat hebben we ook gezegd. Dat geldt voor camerabewaking, dat geldt voor slagbomen, hekken. Ik heb het nog niet gezien. Ja, ik zag hem al. U had het echt niet gezien? Nee, nou wist ik wel niet dat 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 viel me echt gelijk op. Het is ook een behoorlijk hek. Ja, hier til je ook niet zomaar een aanhangwagen overheen. We hebben het wel laag gehouden. Dus toch een beetje de vrijheid moet blijven houden. En dit gaat dan dicht? Ja. 'S nachts? En dat valt dan in een heel goed slot, neem ik aan? Dat krijg je niet met de hand open. En dat is allemaal afgesloten? Ja.
Ja. Daar kan geen auto, geen aanhangwagen uit. En even kijken, de camera's? Die werken mooi, hoor. Die werken allemaal, dus als wij zwaaien, dan... Wordt allemaal opgenomen. Blijft een half jaar bewaard. Een half jaar? Ja. Heel veel plezier en ik denk dat we elkaar in deze dagen nog wel tegenkomen. Kijk eens aan. Heel veel plezier. Goed zo. Gaat hij dus aan de boom vast? Ja. Nou, voelt het goed? Zo voelt het prima. Ja? Ja? Ja. Huisje ook helemaal in orde? Ja hoor, prima. Dit wordt gewoon... een gezellig weekend met elkaar. Ja, zo zie je maar weer. Dan verlies je je zaak bij de rijdende rechter. Maar dan hou je er wel een heel fijn weekendje hier in Schin op Geul aan over. Heeft u nou ook een conflict? Meld hem dan aan bij de rijdende rechter. Ed en Jacqueline wonen in het middelste huis in een rijtje van drie. En hun koophuis is echt hun ziel en zaligheid. Het is alleen een beetje klein, dus daarom maken ze een aanbouw aan de achterkant. En dit tot grote ontsteltenis van de familie van Wilde. Wij wonen in het middelste huisje. De twee buitenste huisjes, dat zijn huurhuizen. En die zijn van de verweerder die hiernaast woont. Wij hebben dan een koophuis en onze voordeur zit aan de achterkant van dit huis. Dit is het overpad en via de buren, met wie wij trouwens aan beide kanten goede contacten hebben, lopen wij naar ons eigen pad. Dat was vroeger zo. Nou, hier langs lopen we tussen, langs onze buren, hun huis, hun schuur. En dit is dan onze ingang, het hok wat we, het lichtbouw wat we erbij hebben laten maken. En dan via deze kant kom je dus gewoon bij onze deur. Een visite staat daar nu bij haar in de tuin als ze aanstaan bellen. Ze staan in haar tuin te wachten, ze kijken zo haar huis in. Je hebt natuurlijk totaal geen privacy meer. Ik vind het uitermate een vreemde situatie als je huisnummer... in de tuin van een ander zit. Hij zegt dat de ramen mogen niet op de erfgrens zitten. Hij zegt ook dat dit hok schade kan maken. Maar zoals je ziet hier, de schade was er al hoor. Van alle kanten. En dan wacht hij ook nog eens een keer dat ik in de staat ben zoals het nu is. En dan gaat hij problemen maken. In hoeverre mag je dit zomaar doen? Totaal zonder overleg. Er stond een gemeenschappelijke erfafscheiding tussen de beide panden. Die hebben ze weggehaald. Ze zijn gaan bouwen. Ze hebben het met allebei de naaste buren er niet over gehad. Ze hebben het met ons als eigenaar er niet over gehad. Je zit ook met praktische dingen. Want hoe ga je nou bijvoorbeeld de ramen zemen? Kom maar eens wat te zeggen. Hij wil heel graag ons huis. Dat is het probleem. Ja, het gaat om geld. Het is een geldkwestie. En voor hem misschien een geldkwestie, maar voor mij is het thuis. Dit is mijn thuis. De familie van Wilde, die woont in dit huis. Zij zijn de eigenaar van de buitenste twee huisjes. En nou hebben de buren aan die kant geklaagd, want zij vinden die uitbouw verschrikkelijk. Want dat hebben Ed en Jacqueline gedaan. Die hebben namelijk een voordeur in die uitbouw gebouwd. Dus alles en iedereen komt de hele tijd door hun achtertuin lopen. En dat willen ze natuurlijk niet. Nu de bewoonster van nummer 42. Loopt u maar even voorop. We komen allemaal door uw tuin. U krijgt al dat volk de hele dag over de... Ja, nou niet over de vloer. Ja, ja. Nou, dat ziet er gezellig uit. Het oordeel van meester Visser was heel helder. Ja, bouwkundig is er helemaal niks mis met de uitbouw. Het probleem is wel dat die aan de kant van nummer 42 over de erfgrens staat en dat mag niet.
Bovendien moeten de ramen aan de voorkant van de schuurtjes van de buren helemaal worden vrijgemaakt. Dus zal Van Gelderen zijn uitbouw aan beide kanten sowieso al een stukje moeten verplaatsen. Dat hij dan niet tot aan de erfgrens kan bouwen, snap ik wel, maar dat is toch zijn probleem. De wet is volstrekt duidelijk op dit punt. Je mag geen ramen en deuren maken in gebouwen binnen, rechthoekig gemeten, 2 meter van de erfgrens. Voor zover die direct uitzicht bieden op de buren. Dat is hier het geval en daarom moet Van Gelderen die ramen en die deur blijvend ondoorzichtig maken. En nu komt het, ook nog blijvend vastzetten. En dat betekent dat Van Gelderen die deur niet meer mag gebruiken. Hij zal dus voortaan via de tuindeur aan de voorkant moeten. Tenzij Van Gelderen alles weer afbreekt, dan mag hij natuurlijk weer achterom. En om die reden zal ik de erfdienstbaarheid in stand laten. Het is een harde uitspraak, maar het is niet anders. Dit is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen. Dank u wel. Dat is een behoorlijk straffe uitspraak. Ja, ja. Maar wat gaat u doen? Ja, afbreken dan. Helemaal afbreken? Ja. Zij gaat weg? Ja. Ed had deze uitspraak eigenlijk wel min of meer verwacht, hè, dat hij de boel moest aanpassen. Maar ja, het moet toch wel pijn doen. En het recht van overpad, dat blijft gelukkig bestaan, want anders zou hij niet eens meer achterom kunnen. Of was het nou toch weer voorom? Nou ja, hier mogen ze in ieder geval blijven lopen. Het is er nog allemaal. Oh-oh. Ik had verwacht dat het al weg was, maar heel even voor de duidelijkheid. Dit is dus precies wat de buren vervelend vonden. Dit is hun voordeur, achterdeur, hoe je het ook wil noemen. En dit is natuurlijk gewoon hun tuin. En als er dan bij Ed en Jacqueline bezoek is, dan lopen ze dus de hele tijd hier langs, ja. Dat vinden ze natuurlijk niet fijn, dat snap ik. Oh, hé! Hey. Het is nog steeds je voordeur. Ja, nog steeds. Maar, wat was de afspraak dan? Ik heb 3 maanden de tijd. Ah. Dus. En ik zie dat daar die wel kant wat gebeurt. Ja, ja. Dat heb ik al omgezet. Maar zij hadden er juist zoveel problemen mee. Ja, daarom. Oh, dit meen je niet. Ja, dat meen ik wel. Omdat zij hebben geklaagd. Ja. Wacht je nog even. Ja, doe ik het op het laatste moment. Ed. Ja. Dat meen je niet. Ja, zo ben echt ik. Waar. Zo ben ik. Maar hier heb je wel wat gedaan. Ja, deze heb ik schuin gezet. Want daar was ook zo'n mooi raampje. Ja, ik heb het raam eruit gehaald. En ik hoorde, die buurman die zei nog van, ik vind het zo fijn, want dan heb ik sociale controle. Ja. Voor mij is het geweldig. Ja. Ik was er meteen weg van. Ja. Ik vond die beren erin leuk en je hebt toch nog een beetje sociaal contact. Dat ze dichtkomen is niks. Nee, niks meer. Nee, dan zit je gewoon ingesloten. Dan zit je ingesloten. Deze meneer heb ik horen zeggen, ik vind het juist zo fijn. Ja, tuurlijk. Sociale controle. Tuurlijk. Ik ben maar alleen. Maar ik heb verloren en ik moet de ramen eruit halen op de erfgrens. Ik moest hem omzetten. Ja. En dat heb ik gedaan. Ik heb hem schuin gezet. Ik heb het raam eruit gehaald. Ik mag tot 1,80 schuttinghoogte. Dus dat is het. Dat heb ik nu gedaan. Maar laat je het zo? Weet ik nog niet. Ik ben met vergunningen bezig om hem helemaal dicht te maken. Oh, je bent nu wel een vergunning aan het aanvragen. Ja, ja. Dat is op zich best wel slim. Ja, ja. Ik klaag nooit nergens over, laat ik het zo zeggen. En ze zijn hier geweest, hier binnen. Ze hebben het allemaal gezien, het was allemaal mooi. En dan gaan ze ineens voor de camera gaan ze het ontkennen. Voor mij ieder heb ik minder privacy. Jammer, vind ik. Nou, ik heb niks tegen jou. Je hebt niks gevraagd. Kees had het gezegd. Je hebt niks gevraagd. Ik heb gezegd, het ziet er leuk uit. Oh, ik dacht dat jij me. En voor de rest heb je mij nooit iets horen zeggen. Ik ben er binnen geweest toen ik aan het bouwen was. Als je dat had gezegd, dan plak ik ze met folie dicht. Ja. Maar is het niet handig om voordat u begint contact op te nemen? Ja, dat bedoel ik. Ja. Volgens mij, naar mijn idee, heb ik gewoon contact gehad. Ook met de andere buurman. En ik heb dat gewoon allemaal gezegd. Nee, nergens contact over gehad. Nee. En inderdaad, je zit wel net even over dat raampje, maar ja. Wat is dit? Waarom staat dit voor het raampje? Dat is een van de dingen waar ik het moeite mee had. Nee, omdat ik die erfgrens al... Ik vind het een rare situatie, want zo kun je ook geen onderhoud plegen. Ik krijg het niet verzonnen. Deze moet dus hier naartoe? Die komt 6 centimeter, moet die om. En hoe ga je dat doen? Dan ga je het gewoon verplaatsen en loopt het dan scheef? Net ik zet deze 6 centimeter, wil ik hem omzetten. Ja? Dan ga ik de deur hier plaatsen. Dus... Als ik visite heb, staan ze op mijn eigen grond.
Oké, okay, en is dat dan hier, dit is dan dicht. Dus dan komen ze op jouw grond, op jullie grond. Ja. En dan wordt dit, hier komt een deur. Die deur die wil ik hier plaatsen. En dit blijft open? Dat blijft open. En hoe zat het hier? Want hier hadden we te maken met twee ramen die je dichtgetimmerd had. Yes. Die je dichtgetimmerd had van de buren. Ja. Waar zijn die dan nu? Die zitten hier nog achter. Ik zal het even weghalen. Oké. Okay. Oh. Ik heb risico's genomen. Ja, want dat zie je nou ook wel in, toch? Dat het gewoon handiger was geweest als je eerst naar de gemeente misschien ook was geweest. Ja, om te varen. En de buurman, hoe gaat het contact met de familie van Wilde? Totaal niet. Nee. Helemaal niks? Nee. De ochtend na de uitspraak kom ik meneer van Wilde tegen en ik zei netjes goeiemorgen. En hij draaide gewoon zijn hoofd om. En, totaal wilde hij met mij geen contact, dus ik denk, nou, dan heb je gewonnen en dan ik ben als laatste sta in de weg voor hem. Ja, nee, maar dat hebben ze ontkend, hè? Ja, dat ontkent hij. Dat was jaren geleden. Dat ontkent hij, nee, maar dat is niet zo. Maar hij zegt, dat is 20 jaar geleden, nee, Ed. Nee, maar het is niet zo. Je gelooft het niet? Nee. Ik ben als laatste sta in de weg voor hem, want dan heb je alle drie de huizen in bezit. Jullie hebben gewoon een koophuis? Ja. Maar meneer Verwelde had wel al een vergunning aangevraagd, zelfs over mijn grond, om nieuwbouw te plegen. Hildestraat wist daar gewoon wel van. Wat je zegt, dat is 15, 20 jaar geleden. Dat speelt totaal niet meer. Nee, dat is helemaal niet meer aan de orde. Dat is dus 20 jaar geleden, ja. Dus dat speelt toen, allemaal niet meer. En toen wilde ik het wel kopen, maar dat is al lang niet meer relevant. Geloof je dat? Nee. Ik heb maar hier echt geen seconde wakker voor gelegen. Ik heb maar nu niet druk om gemaakt. Maakt helemaal niks. Helemaal niks? Nee, echt niet. Nou, als je dan toch zo relaxed bent, dan wil ik namelijk de familie van Wilde erbij halen. Want die moeten dit ook even zien, hè, hoe dit nu is geworden. Ja. Dat doet je dan weer wel wat? Ja. Hij moet het zien. Hij moet zien wat tuurlijk, hier gebeurt. Maar want, ik vind het ook best wel zoals hij deed met de opnames hier zo toen. Ja. Hij loopt als eerste gewoon naar binnen toe, terwijl ik de eigenaar ben. Hij is nog eerder binnen als ik. En dat, ja. Ja. Een soort serre. Ja. Een toilet erin gemaakt. Dat raak ik niet meer eens dat je binnenkomt. Ik heb je eigenlijk nog uitgenodigd. Hè? Dit gaat over de situatie. Ja, maar dit is mijn grond. Ja, nee, maar als ik kom kijken, moet de tegenpartij ook mee, hè? Anders is het allemaal niet geldig. Kijk. Hoi. Kijk. Dan staan ze naar mij te kijken. Ja. Ja? Moet ik jullie helpen, heren? Ja, ik weet niet wat je het over wil hebben. Nou ja, kijk, de uitspraak was natuurlijk binnen de 3 maanden. Nou, dat is nog geen 3 maanden. Ed zegt, ik ben bezig. Ja. Ik wacht nog even hier en daar, maar hij zal het gewoon op tijd. Ik zorg dat het voor die tijd in orde is, ja. Helemaal in orde is. Ja. En om dat te bewijzen, heeft hij aan deze kant heeft hij al wat gedaan. Kijk, de schutting is hier op de hoogte. Ja, heb ik gezien. Die mag hebben. Ja. En de toilet is verplaatst, de raampjes worden vrijgemaakt. En deze kant, die wordt ook nog teruggeplaatst. En dan nog het laatste ding. Jullie beiden zeiden van, na de uitspraak kwam ik hem tegen. Hij groet me niet eens. En ik had hetzelfde idee. Dus er gebeurt iets wonderlijks. Ik heb de ochtend na de uitspraak kom ik jou tegen met je hond. Ik zeg netjes goeiemorgen tegen je. En je draait je hoofd weg. Dat heb ik niet gehoord tegen goeiemorgen, hè, want dan draai ik mijn hoofd niet. Ik heb het toch echt gezegd. Je ziet hem toch aankomen lopen? Ja, ik heb hem wel zien lopen, maar dat heb ik niet gehoord. Maar absoluut geen gedag gezegd? Nee, ik zeg altijd... Zeg nooit gedag? Ja, iedereen juist. Juist wel. Oh. Juist wel. Oké. Okay. Maar dan is het dus een misverstand. Dat zou kunnen. Ja, ik heb het echt niet gehoord. Ik heb echt netjes goeiemorgen gezegd. Maar dan is het dus een misverstand. Ja. Zou ik zeggen, buurmannen, geef elkaar gewoon een hand. Geen probleem. Nee, geen probleem. Laten we gewoon... Kijken, we wonen naast elkaar. En gewoon elkaar groeten. En jij zorgt dat het binnen 3 maanden gebeurt. Dan zijn we er toch. Mooi toch, ja? Meent u het ook? Ja natuurlijk, okay. Waarom niet? Goed, absoluut. Okay. Heel veel succes ook, Ed, met de laatste loodjes. Ja, gaat lukken. Ik hoef met jullie niks meer. Gelukkig. Want gelukkig. Nee, dat heb ze nooit gewild. En je mag een muur bouwen. Je mag een buurt bouwen aan de hemel. Maar dat is goed. Vind ik prima. Ja. Dat je nooit meer ziet. Iedereen is anders. Gelukkig wel.